Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Tarnet Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Oh, ik kan hier gewoon langslopen. Je kan daar gewoon langslopen. Je moet namelijk gewoon het Balzing inning. En daar hebben we Latios staan. Maar eerst moeten we een battling doen. En dat was ik even vergeten. Voor dus, ja, sorry. We're not getting a shiny in today. Nee, we gaan wel allebei gewoon de Latios aannemen. En dan maken we hem later shiny. Dus dan doen we het met de stats en met de nature en zo. Wat we de eerste keer gewoon krijgen. Ja, ja, precies. Dat lijkt me het slimmingst. En ik zal voor de mensen die mij kijken. Ik zal even mijn intro momentje uitzetten. Vonden jullie hem funny, though? Vonden jullie hem funny? Ik wel. Doe dan een duimpje omhoog. Doe dan een paar duimpje omhoog met je neus, liefst. Met je neus, liefst. Sorry. Meisje Sander. Oh, trouwens. Update. Ik heb een nieuwe cam. Sander heeft zeker een nieuwe cam. Ik heb ook een nieuwe cam. Alleen mijn cam was al eerder te zien in een andere Pokémon. Of nee, in een andere video in. Die van mij is ook. Ja, ik heb eerder met deze cam opgenomen. Laat ik het daarop houden. Oh, zoals die van mij niet random. Oh, wacht. Ah, joke. Nee, niet funny. Okay. Het is geen randomizer, hè, Sander? Dat was de joker. Waarom heb ik Steve mee? Ben ik een debieltje of zo? Ja. Dat mag ook helemaal niet. Die mag maar drie lijnen hebben. En hij is al meer dan drie minuten bij mij in beeld geweest. Wow. Dus dat vind ik eng. Nu klopt de hele Steve arc niet meer. Welke arc denk je dan? Ja, precies. Exactly my point. Oh, voor de mensen die... voor ons is het lang geleden. Maar voor de mensen is het natuurlijk helemaal lang geleden. Inazuma team, dat wou ik zeggen. Maar ja, dat weten we wel. Ja, ik denk wel dat ze dat weten. Net als dat ik mijn avatar team heb. Ja, avatar team. Ja, je kunt team op meerdere dingen opvatten. Wees je trouwens dat opvatting een Engels leenwoord is. Wow, kabooming. Heel ziek. Heel seeking, zou ik bijna durven zeggen. Jullie snappen me, kijkers. Ik snap hem. Jij snapt hem niet. Kan ik je nu al zeggen? Nee. Wow, hoe durf jij? Ik ben dit intro. Hoe durf je de Latios te stelen? Oh nee, nu doe ik... Nu! Ik ben softlocked. Wel, nee. Nee, oké, okay, misschien niet, maar dan moet ik iemand straks surf gaan leren die ik niet wil dat hij surf leert. Latios kan surf leren. Dat zeg ik, dat is exact mijn punt. Maar surf is gewoon een goede aanval. En die mag je gratis leren. Ja, dat is waar. wie is er een beast in het Zuma 11? Zo'n human, zo'n legend. Ja. Hoe heet ik? Dit hoor ik te weten. Wacht, ik ga hem opzoeken. Opa Evans. Oké, okay, krijg ik je ook dat ook niet. Opzoeken. Inazuma 11. David, dankjewel. Oh, David ja. Is een legend. David Evans. En hij is ook nog een mannetje, hè? Fun. Fang, zo heet de draak van Roku. Ah, wat cool, dat vind ik leuk. Would you like to nickname it David? Ik zei net dat ik hem David wil noemen, tuurlijk. Yo, laat die als uit. Moet ik wel eerst een cave met hem in, maar. En nu bij de os, of heb jij de as? Wat zeg je nou? Hebben we beide de os, of heb jij de as? We hebben allebei de as. We hebben allebei de os, bedoel ik. Excuus. Mm. En een setting mega bracelet, die is helemaal niet mini, het is gewoon mega. Ja, eigenlijk wel. Maar jij wou me iets vragen in de aflevering. Nou, niet per se iets vragen, ik wou gewoon iets tegen jou zeggen. Nou. Ik ben echt trots op je, want je staat gewoon 4-1 voor. Je bent gewoon fucking goed bezig.
Dat wil ik even tegen je zeggen. Het had 5-0 kunnen zijn. Maat. Oh, zo moeilijk. Nee, ik ben hartstikke tevreden met hoe het gaat. Heb je ooit zo ver voor gestaan in een Pokémon-serie? Weet ik niet. Zo heel veel cage locks hebben we niet gedaan. Ik weet niet hoe het in de Diamond and Pearl ging. Die we hebben gedaan. Volgens mij gingen we daar best wel gelijk op. Dus ik denk niet... Voor de mensen, wij hebben ooit een Diamond and Pearl case lock gedaan op mijn kanaal. Mm-hmm. Dat is fucking lang geleden. Yep. Kijk die video's niet alsjeblieft, want het is fucking slecht. Nee, grapje. Maar we hebben, hier, we hebben ook de X en Y case lock gedaan, of de Harmony case lock gedaan, hè? Ja, maar je weet hoe dat is afgelopen. Dat was letterlijk, misschien dat ik daar één heb gewonnen of zo. Mm. Maar weet je, we hebben ook andere Pokémon-series gedaan, hè? En je bent gewoon goed bezig, wou ik gewoon even zeggen. Ja, ja, ja. Nee, maar je vraag was of ik ooit zo eerder zo ja, maar je kan ook voorstaan door, bijvoorbeeld als je een versus doet, zeg maar. Ja, oké. Okay, ja, wij hebben natuurlijk best wel veel versus gedaan op een gegeven moment. En ik weet niet, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb hier nog maar met randomizer kun je natuurlijk best wel snel heel ver voor staan. Hebben we hier trouwens ook al een encountertje gepakt? Nee, of? Nee, wij allebei niet. Je hebt wel een Magikarp gevangen voor surf. Alleen die kon geen surf. Maar geen shiny. Classic mountain. Yo, gaat iemand alles kapot maken in mijn straat? Oké. Okay. In het water kan je namelijk geen hordes. Daar kwamen we de vorige keer achter. Voor de mensen thuis, het is lang geleden dat we hebben opgenomen. Dus we moeten eventjes acclimatiseren weer. Voor de mensen thuis, Milan zei, yo, en dan gaan we straks die legend pakken en dat moeten we even regelen. Toen zei ik, waren we al zover? Oeh, Electrike. Die zou ik best wel shiny willen. En ik heb volgens mij geen Electric Pokémon. Dus dat is wel leuk om eventueel een teampje toe te voegen. Shame. Ik bedoel, same. Dat kan ik je verzekeren. Verzekering? Had ik nou net gesaved of niet? Ik weet het niet meer. Freeze in. Die is hartstikke goed tegen een Swablu, denk ik. Ik ben even aan battelen trouwens. Voor de mensen die het niet door hadden. Oh, dan is hij gewoon... Dan is hij alleen frozen, that's it. En dan taalt hij meteen out. Wat een vuile bitta. Nee, hij is geen dragon type. Dat denk ik de hele tijd. Maar dat is hij nog niet. Daarom deed ik ook freeze in natuurlijk. Maar ja, ik wist niet wat dat deed. Ik ben een noob. Zegt de guy die 4-1 voor staat. Maar oké. Okay. Ja. Wat maakt mij dat dan, hè, Sandray? Jij bent gewoon een Pokémon meester. Maar het gaat even niet zo goed. Dus het gaat gewoon bij jou even niet zo goed. Nee, ik had een paar keer had je me echt goed outplayed, zeg maar. En bij de laatste met die Spinda had ik gewoon echt ongeluk. Ja. Dat mag ook wel een keer. Nee, grapje. Wow. Weet je nog de Parahex bij Nando? Dat was klopt, maar ik ging wel voor... Ik deed dat wel expres. Het was niet per ongeluk dat hij geparalyzed werd, zeg maar. Het was niet per ongeluk, maar dat het zo vaak gebeurde was wel... Ja, oké. Wat is dit met deze? Die dood en ik... Als ik en dan... Daar was echt niks van te verstaan wat je net zei. Ja, hun tal en meteen outing. En als ik ga, dan ben ik eerst 5 uur in... 5 uur, hè? Niet 5 turns. Even voor de mensen die het niet konden verstaan. Ben ik 5 uur in fucking Frozen. En dan gaan al mijn Pokémon weer dood. Weet maar je wat hun? Ze dan zeggen? Nee. Let it go. Let it go. Let it go. Die? Van Mrs. Frozen. Elsa, mevrouwtje. Dat vrouwtje, ja, Sander. Van Elsa, mevrouwtje. Frozen, mevrouwtje. Yo, oh, weet je wat ik vergeet? Er verschil in zit. Ik ga verspeeding. Geef me geen ticket, alsjeblieft. Geef me geen ticket nu. Well, ga je speeden? Ga je speeden? Kijk, ik wil heel graag, ik wil heel graag tickets voor concerts trouwens en zo. En concerten is het. Voor de mensen die wel Nederlands kunnen. Ik was het even vergeten trouwens. Maar op dit moment ben ik aan het speeding. Dus nu geen ticket geven. Want dan wordt het een speeding ticket. Ja.
Wauw. En dat kost geld. En dat ik was even vergeten dat wij speed-up gebruikten bij encounters, maar dat is wel bij hunting. Wel jammer dat er maar twee verschillende encounters hier zijn, dus dan krijgen we sowieso weer dezelfde. En als jij de Wingull krijgt, want ik heb de Wingull is voor mij een dupe. Wingull is voor mij... Oh nee! Voor jou niet. Want die had ik gefilled. Yup. Frick. Heb ik trouwens pokeballs? Gezien krijg ik nu de shiny. Anders krijgen we weer zo'n Parish moment dat ik een shiny krijg en geen pokeballs heb. En een Wingull moment, maar... De Paris was pijnlijker. Die was in Fire Red en Leaving Green. Hein? Dat was gewoon 1 op 8. Oeh, dat is de Wingull. Ik had liever. Ik heb al zoveel flying. Maar oké, okay, ik. Ik cheat. Alweer? Heb ik eerder gecheat? Vast wel. Oh, sorry. Oh, maar. Wanneer dan? Doe ze grapje in, Xandering. Oh, dat was een grapje. Oh. Hey, okay. Wow, die is zo ziek. Oh, mijn god. Oh. Ja, ik mag dus niet Mega Evolutioning. Want we hadden gezegd dat je dan eerst een cage match moest winnen, toch? Ja, dat hadden we wel gezegd. Zou Surf killen? Ja, weet ik niet. Je bent wel maar level 30, maar je bent wel een legendary. Dat is lastig. Ik durf het gewoon niet aan. Dat snap ik wel. Kijk, weet je, ik heb deze Wingull al een keer gefilled. Oh mijn god, ze hebben allemaal Lightning Rod. Als er dan één iemand een elektrische aanval doet, dan raakt hij mij niet. Maar ze boosten ze boosten. Oh, dat is heel... Ja, ik heb toch geen electric type, dus voor jou maakt het niet zo uit. Oh, hij is zo vet, die van jou. Ja, hij is echt heel ziek. Ja, is dat een water type? Want die is seeking. Wauw. Ga nou niet in confusioning. Ik ga toch ook niet in confusioning. Nee. Oké, soms wel, maar niet altijd. Snapping out? Ik dacht even dat ik de verkeerde deed, joh. Mijn brein dacht even, nee! Dat dacht ik. Hoe durf je dat te denken? Oh, deze zonder dat denken. Oh, ja. Dat kan gelukkig steam, man. Ik wou kijken of het goed in beeld was. Ik weet eigenlijk niet of ik iemand al zo heb genoemd, maar ik noemde gewoon nog een keer. Dat is wel aan. Ja. Volgens mij heb je al een keer iemand zo genoemd. Dat dacht ik al, maar boeien. Boeier. Zijn nou boeier, Ruud? Ja. Je bent een toppetje. Dat weet ik. Proeft het ook naar Kirk of die Electric? Ah. Hey, je hebt een lekker Sandring. Ja, dat is mooi. Ik kan hem eerder kunnen hebben, nou had ik nu ook een Electric gehad. Dat is zeker waar. Dat is niks aan geloging. En nu moet ik een watervliegenbeest. Maar ik heb Typhoon al gedaan. Oh nee, Typhoon nog niet. Zal ik hem Kane doen? Dat is... Die heb ik vast ook al gedaan. Watering. Oh, nu typ ik letterlijk Watering bij. Water. Ina, zoom maar even. Is er een beach episode? Nou, mijn S. Ja. Oh nee, bij jou. Dat weet bij ik. Ina, zoom maar 11. Ja, bij die weet ik het. Ja, chill. Oké, misschien moet ik niet opzoeken op water. Inazuma 11. Otter Sleuth. Ja, kom je toch weer bij die Kane uit, hè? Oh, wacht. Ik weet hem. Nee, hoe heet dat? Oh, wat Soos innam. Junior High Water. Ga nou niet allemaal... Oh. Watergenaamd Gods Aqua, ja, zie je wel.
Heel goed, zo ga ik hem noemen. Gods. Dit heeft echt dit heeft echt de halve aflevering geduurd, maar ik wou zeggen nou, 5 minuten, maar dat is wel heel weinig. Gods Aqua. Wat ben jij aan het doen? Ben je aan het evolving? Wie ben jij aan het evolving? Skies. Oeh, het nice! Zo lang duurde. Ik vond Electrak vetter, eerlijk is eerlijk. Ik ook, maar ik vind hem nog steeds vet. Hij is zeker vet. Oké, snel naar Pokestop. Oh ja, wacht, ik kan gewoon fietsen. Oh, je mag zeker hier binnen. Je mag hier binnen fietsen! Ik ben er nooit zo blij geweest. Met indoor fietsing. Discharge. Discharge is heel goed als je een Electrike bent en allemaal Electrikes omringd bent en je doet just Discharge. Discharge is sowieso goed aan. Weet je welke serie die ik helemaal aan het terugkijken ben? Inazuma 11? I did it, boys! Ja! Nee, ik ben geen loser, boy. Nee, de 2v2 Shiny Cage Lock met United Gamer en Original 151 en Game Boy Luke en Patters. Cool. Leuke serie. Leuke serie. Oh. Serieus, een leuke serie. Auw. Ik moet niet naar deze Deathbox kijken. Wacht, ga je serieus laten die ons wegdoen trouwens? Dit is wel zo'n psychic mannetje. Maar ook drag. Ik heb te veel flying. Maar wel secondary flying. Maar, Sandering, je weet dat Latios geen flying is? Ja, maar dan moet ik dus, dat was het dus ook waar ik naar aan het kijken was. Maar kijk, nu heb ik Bug, Dragon, Poison, die allemaal flying zijn. Mm-hmm. Ja, ik zou Altaria weg kunnen doen. Dat is waar, daar heb je een punt. Dan heb ik de Dragon nog steeds. En dan heb ik de Psychic. Ja, ik doe dat wel voor nu. Oké, mijn team is sad. Let's go. Oh, ik moet nog heel eventjes wat honey's kopen. Oh, ik heb trouwens voor de spinnen had ik... hoe heet het? Had ik TM's gekozen. Oh ja. Ik weet niet hoe lang geleden dat is dat ik dat... Laatste aflevering. Dat je een cage match won met Ja, precies. Dus ik heb er gewoon een vraagtekentje bij gezet en dan is je nu ingevuld. Hier hebben we nog niet zoveel aan, want ik heb geen Pokémon die TM's mag. Ik heb alleen één Pokémon met een revive en dat is... Ik heb niemand meer met de revive, nevermind. Sad moment in. Hoezo ben ik zo voor Pokémon? Voor mijn gevoel had ik echt een team en nu heb ik echt, nou, trash. Oh, maar nee, dat is niet waar, maar ik heb nog steeds wel een fire team, maar ik heb geen fire type meer. Je hebt nog een goed team, maat. Heb zeker een goed team, alleen ik had zoveel meer in mijn box. Voor mijn gevoel. Yo, die Pokédex heb ik echt nog nooit gezien. Van deze game. What the frick? Dat is fucking vette Pokédex. Hoe heb ik die nog nooit gezien? Oké, we gaan even surfen. Moeten we ook echt die kant op trouwens? Yeah. Oh, ja. Jij weet het beter dan ik. Heb je nooit Gen 3 gespeeld, Sandring? Jawel, maar ik kan het allemaal niet onthouden. Eeuw. Dat is mijn Steve. Nee, dat is niet waar. Dat is vader van Steve, denk ik. Dat is nog niet zeggende. Oh, nee. Wow. Maar hier zijn we toch al geweest, want... Wat? Hier zijn we nog maar niet waar geweest. Bracht Steve ons dan naartoe? Steve Stone, zeg maar. Ja, Steven. Die bracht ons naar een heftig eilandje. Oh, ging hij niet gewoon naar boven? Ik ga gewoon eens eerst even een Pokémon vinden. Oh,
Ja, hier voel ik wel. Het is wel weer een flying typing. En een grass type. Die heb ik alle twee al. Misschien niet ideaal, maar. What is? Even geen ticket geven, alsjeblieft. Even geen ticket geven. Alleen maar Orishes. Op zich wel een goede vervanging voor. Mijn Tory. Moet ik wel even kijken wie dan heel toxic is. Als ik Ordis krijg. Want ik vind Ordis meer een toxic kind type. Eigenlijk. Poison type meer dan. Ja, hij heeft wel een groot gras. Heb je niet iemand die altijd high is? Kane, sowieso. Maar die wil ik voor een goede water type houden. Zal er watering type in? Waarom alleen maar Ordisjes? Geef me wat nieuws. Ik vrees. Weet je. Ik zie alleen maar Orishes. Ik ga normaal hunten. Dan is het wat. Lionel mag ik cancelen. Dus dat is op zich mooi. Lionel mag ik ook cancelen. Want die heb ik ook al. Maar misschien dat je een Lionel nog tegenkomt. Die mag je ook cancelen. Ja, die mag ik ook cancelen. Want ik heb ze voor Ivo dus. Hè? Ga je dan vechten met speed upping? Nee, maar dit was een pro-looking. Nou, moet ik zo gaan vechten? Ja. Ik heb mogelijk naar 30% gezet. Jezus, dit is niet te doen. En ik dacht dat Diamond the Pearl traag was. Nou, je zat wel ongeveer op de snelheid van Diamond the Pearl. Ja, volgens mij wel. Nou, dit was misschien net een tikkeltje erger. Maar het scheelde niet veel. En ik dacht dat Diamond and Pearl traag was. Die was wel goed hoor, die was wel goed. Die was zeker goed, Sandring. Ik ben alweer trots op jou. Oh, ik heb zo zin in zaterdag. Voor de mensen die het niet... Ja, de mensen weten het niet. Ik ben... ja, dat ging de waste. Het is 17 juni en... Ik vier het feestje. Zaterdag. Nou. Lekkering. Dus dat is een hyping moment, ding. Zeker, hè. En Marleyling komt ook, ja! Lekker. Ga je al die cutie catjes eens in het echt zien? En dan weet ik dat je allergisch bent voor katten, dus... Dat is voor jou niet het hoogtepuntje. Mm. Ik vind cutie catting wel te cute. Nou, dat mag. Maar ik ga ze niet aanraken. Nee, dat hoeft ook niet. Ja, dan zul je zien dat het veel beter is dan die demon cat van Paddy. Ja. Ja, Paddy is wel mijn privéchauffeur. Dat is wel zeer nicing on the cake. Nicing on the cake, King. Gloom. Oh ja, nee, dat is... Zo net kreeg je helemaal Tropius en zo. Dan krijg ik alleen maar... Tropius. Trashius. Nee, Tropius is veel leuker, Sandrine. Ah, Tropius. Die vind ik leuk, die vind ik leuk. Hé, hey, we hadden het laatst over dat ik Lady Layton aan het spelen was, toch? Ja, ik heb één aflevering gezien. Weet je dat die game gewoon fucking lang duurt? Ik dacht dat er maar 5 cases waren, maar er zijn 12 cases. En 12? Ik heb nu... Ik dacht 8 of zo. Nee, 12 cases zijn er. En ik ben nu pas bij case 4. Ik ben al, ik heb al het gevoel dat ik al fucking lang bezig ben met die game. Maar heb je van de spec ook gezien dan? Wauw. Omdat je, snap je, het is dubbel grappig, want een case, hè, case van de spec, maar ook omdat case van de spec doet die cases IRL. Dus dat is funny. Oh, sorry. Waar is de krekelbutton? Klik, klik, klik. I love en hearing de geluid van een krekel. Want dan heb ik rust. Hij deed het! Nee! Ik heb trouwens echt een super goed idee voor een video. Een super goed idee? Ja. Ik weet dus niet of ik het wil gaan vertellen. Ik heb het idee had ik vanochtend. En ik weet dus niet of ik het gewoon
Het liefst wil ik het gewoon ineens droppen. Gewoon dat niemand er vanaf weet. En dat iedereen zo is van, what the fuck? Het is echt een absurd idee. En dat is het mooiste. Ja. Die is wel mooi. Lijkt wel een fire type, joh. Die orange is zeer cute. Tropius. Oh, ik mag trouwens speeding up in. Geef me geen ticket. Oké, ik ga nu die grap van die ticket niet meer maken. Goed zo. Sorry. Maar anders dan wordt het net zoals de ing. Zo erg uit de hand, weet je? Dat moeten we niet hebben. Na deze orders wil ik de aflevering eigenlijk wel beëindigen. Beëindiging! Daar kan ik me dus echt niet voorstellen, Engels leenwoord. Ja, eigenlijk wel hoor, maar dat was gewoon puur omdat ik dan Engels leenwoord kon zeggen. Wow. En dan bij zijn. En dat vind ik fijn. Jij bent zo'n gunner. Een gunner? Ja, een gunner. Lekkering! Je hebt hem in? Ik heb hem in. Kijk hoe sexy die is. Ja. Pro. Het is nog net niet, zeg maar, als het nou Order Shing had geheten, dan was hij pas echt sexy. Pro, dan had ik mijn shirt nu uitgedaan. Of, nee, nog beter, dan hoorde je de oeh. Zoals je dat bij... Ik hem noem. Bij, nou, dat is leuk, dat is leuk. Nee, zoals je bij al die sitcoms van vroeger ook altijd hoorde. Zo, yeah. Als iemand zijn shirt uit deed. Als iemand sexy was. Als je danst. Ben je klaar om de aflevering te beëindigen, Sander? Nooit. Maar dat mag. Oeh, bijna shiny orders. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.